Hi, goedenavond, welkom, bienvenue chez Aerobertix op onze livestream vanavond, sur notre livestream. Ce soir, notre guest vanavond, onze gast, Injas Pavlenko. Jawel. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Vandaag gaan we het hebben over alle soorten lijmen. Je ziet, het staat hier lekker vol. On va parler un peu sur les cols et comment on doit coller quoi, etc. On va essayer aussi de répondre un peu les questions sur le chat. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les poser ici. On essaie de vous aider et de vous répondre. Dus we proberen zoveel mogelijk te helpen. We hebben een paar dingen, zoals je ziet. We hebben daar een lijk liggen die we gaan proberen te lijmen. We gaan ook wat zapscharniertjes lijmen. Scharnieren en dan een grotere vleugel met epoxy. Dus een paar interessante dingen, denk ik. Hè? Ja.
Absoluut. Goed, ja, sowieso zal niet alles droog zijn. Ons rapat tout faire, c'est soir, mais on essaie de montrer un peu de tout. We gaan dus starten met het lijmen van zapscharnieren, zoals het noemt, in een ARF-kistje. Dus hier een 52 inch ja, slik, dacht ik, als ik me niet vergis. Dus hoe gaan we het werk? We hebben de ailerons en de vleugel zelf. Misschien even eventjes de camera van boven. Kijk eens aan. Nemen. Zo. Ja, zoals u ziet, we hebben geïnvesteerd in een nieuwe camera. Wat dus wel resulteert in ietsje beter beeld. Absoluut. Ik zie wel dat we één scharnier tekort hebben. Misschien eentje uit die andere vleugel nemen. Goed, meestal start ik zelf met het lijmen van de scharnieren in de aileron zelf. Donc on va commencer avec coller les charnières dans les ailerons même. Voilà. Hier over het algemeen op deze lijn zou ik eventjes met een strijkijzer nog eerst de folie goed vastzetten. Donc d'abord, mettre le recouvreur un peu plus fort. Ik ga gewoon een heel klein beetje van de oracover wegsnijden, zodat die zap goed in het hout kan dringen. Goed kan doorlopen. Donc j'enlève un petit peu de recouvreur pour que la colle se mette bien dans le bois et pas sur mon recouvreur qu'on n'a pas de un druiper, hoe zeggen we dat in het in het Frans, hè? Zo. Dus nu gaan we gewoon die scharniertjes mooi op zijn plaats zetten. Ja, het is een Velox. Zegt Louis, en dat lijkt me inderdaad ook zo te zijn. Ja, inderdaad, een Velox. Velox was het. Enige handigheid is wel vereist natuurlijk. Zo, we zorgen dat die scharnieren mooi in het midden komen. Hups, zo. En hier nog eentje. Zo, dus scharniertjes. Dus jij zet ze eerst klaar? Ja, ik zet ze eerst mooi klaar. En dan gaan we nu terug, misschien deze camera eventjes nemen. Hop. En dan gaan we eigenlijk gewoon één drupje. Ja, we hebben het al vlaggen. Misschien is daar een vodje. Ja, een vodje is altijd handig om bij de hand te hebben. Ja. Dus je hebt gewoon op één kant gewoon drupje op elk scharnier. Ja, het woord zegt zichzelf, of ja, de bijbenaming zegt het zelf, een zapscharnier. Dus voor deze scharnieren te lijmen gaan we roze zap gebruiken. Dus de dunste, de vloeiende zap. Ja, zo. Hop. Een doekje, altijd handig. En een doekje gewoon. Voor de overtollige sap weg te vegen. Ja, dan kon al even een peu la zap. Eventueel de trouw. Ik ga hetzelfde doen aan de andere kant. Misschien eventjes terug. Ja, de kant. Aan camera. Dus nu ga ik ook terug deze kant gewoon eventjes. Een klein drupje. En die zap verdwijnt eindelijk bijna helemaal in de aileron. Donc la zap, elle s'en va dans le bois. Een beetje. Hups. Voilà. Heel proper zo. Et ça c'est tout de suite fort collé. Donc dat zit echt ineens helemaal vast. Je gebruikt geen activator hiervoor? Nee, hier gaan we geen activator gebruiken. Die roze zap, dat is ook instant. Dus deze is echt in 1, 2, 3 moet je echt opletten. Voilà. Ja, het buis is er al. Het kleeft echt wel direct. Dus zeker geen activator nodig? Nee, geen activator nodig. Oké, top. Ja, het kleeft lekker goed. Uiteraard, wij gebruiken nu zap van het merk Zap zelf. In mijn ogen nog altijd de beste lijm. We hebben ook, bij ons in de winkel, hebben we ook de goedkoper alternatieven. Onder andere van Yuki. Daar heb je voor de helft of een derde van de prijs ook een pulletje. Ook zeker niet slecht. Nee, zeker niet. Hier zie je ook, misschien eventjes van de bovenkant bekijken.
zie ook dat we dus eigenlijk weinig goud zien. Dus het beste is in mijn ogen ook om daar een klein beetje van die bespandfolie weg te nemen. Het gaat iets groter maken. Zodat we ietsje meer dat we echt zien dat die lijm er mooi in het hout gaat. Ja. Dus hout zelf gaan we niet wegnemen, maar gewoon een klein beetje bespandfolie. Zodanig dat de zap goed tot beneden kan lopen in het hout. Ja, chaque sa manière. Moi j'enlève un petit peu de d'entoilage pour avoir le bois bien libre. Et le mieux c'est, mais j'en ai pas ici, de un petit fer à entoiler pour une fois aller dessus. Mm-hmm. Pour bien. Dus ideaal is nog om eventjes met het strijkijzer ook je folie goed vast te zetten. Dat doe ik sowieso altijd bij een ARF-je. Eventjes die folie mooi aanstrijken overal. Ja. Dat zou je ook lezen in de handleidingen van Extremefly en zo. Het eerste wat je doet, want die kisten worden uiteraard gefolied bij een bepaalde luchtvochtigheid, bepaalde temperatuur in de fabriek. Onderweg in een container worden die warm, koud en weet ik veel wat allemaal. En dan kan je wel hebben dat die folie zich iets zet. Zo, die is klaar. Dan gaan we nu eventjes mooi deze erin passen. Oeps. Voilà, zo wat gaat dat. Ja. En we zien dat die scharnierlijn eindelijk helemaal mooi dicht is. Ja. Hè? Goed, we gaan hem eventjes mooi op de wingtip aligneren. Ik hou hem 1 mm naar binnen ongeveer. Voor de side force generator hier hebben we mooi een klein spleetje. En we zien dat hij ook mooi hier, dat de vluchtboord, la borde fuit, elle est bien avec la pièce, la partie fixe. Zo. Het verschil tussen roze zak en groene zak. En dan gaan we nu de vleugel, dus de aileron, zo gaan houden, terwijl dat we aan één kant dan mooi ook terug die zap. Ik ga eerst het binnenste scharnier, gewoon twee kleine drupjes, eventjes wachten. Zo, en dan zorg ik dat die hier, kijk ik dat die hier zeker mooi goed zit. En dan gaan we nu de buitenste. De buitenste. Zo. Dus je doet eerst de binnenste en de buitenste. Ja, en dan ben ik zeker, mijn aileron zit nu mooi. Je kijkt ook altijd eventjes bij een ARF-je. En dan kan je nu mooi zien met die camera. Ups, zo. Kan je mooi zien ook dat de scharnierlijn mooi in het midden zit. Soms heb je wel eens dat een voorgesneden uitdinges, dat die niet helemaal mooi in het midden zit. Dus controleer dat eventjes, dat je dat ook indien nodig kan bijwerken. Bij Extreme Flight is het in principe nooit nodig. Ja. Maar goed, je weet maar nooit. Double checken. Ja. Dus ik doe gewoon eigenlijk één druppeltje aan de ene kant. Hop, draaien we de vleugel om. Dan gaan we eigenlijk gewoon aan de andere kant ook. Hetzelfde. Eén drupje. Je ziet echt die lijm gewoon. Ja, die vloeit er echt in. In de balsa. Zeg je dan, on voit la colle qui s'en va vraiment dans le balsa. Zo. Kijk eens aan. Dus die laten we nu eventjes drogen. Donc, on fait sécher quelques secondes, quelques minutes. En normaal ga je dan ook horen dat die breekt. Zo. Perfect. Dus ja, dat is eigenlijk. Meer is er niet aan. Dus in 5 minuutjes hebben we een vleugeltje gelijmd. Sapscharniertjes erin. Donc sur quelques minutes. On a fait une aile. Ce qu'ils font souvent maintenant aussi, c'est encore mettre du scotch à l'intérieur des charnières. Mais ici, on a vraiment très peu de jeu entre l'aileron et l'aile même. Qui n'a pas vraiment besoin pour moi. C'est surtout pour les gros kits, les 100cc, les 50cc, que c'est plus important. Dus op grotere kisten, 50cc, 100cc, gaan we ook heel dikwijls nog een tapeje in de scharnierlijn leggen om de efficiëntie van de aileron nog te vergroten, dat echt geen lucht door die scharnierlijn gaat. Ik vraag Guy. Zap vert pour les charnières, non Guy.
pas du tout. Il faut vraiment la fluide qu'elle s'en va vraiment, parce que les charnières, ils ont presque un centimètre qui vont dans le bois, et la Zap Rose, elle va vraiment dans le bois, mais très important, il faut pas un grand trou pour les charnières. Donc les charnières doivent vraiment être coincées presque dedans. Mm-hmm. Dus de scharnieren moeten echt goed spannen, of toch bijna spannen in het hout. Je mag geen gap hebben van een millimeter of zo, dat die scharnieren er los in zitten. Dan werkt het niet met sapscharnieren, echt niet. Je hebt ook, on n'a pas le temps avec la zap verte de mettre d'abord la colle et puis mettre la charnière. C'est jamais bon, pas possible. Donc il faut vraiment, les trous avec pour les charnières, c'est vraiment avec un couteau, ça suffit. Et il ne faut pas de scie ou pas avec un dremel. Avez-vous nog een scharniertje hier? Ja, je vais une fois montrer sur une petite pièce de balsa. Alleen scharniertje? Ja. We gaan het eventjes tonen, omdat we de vraag krijgen van, kan je dat niet beter met groene zap doen? Dus ik ga hier eventjes gewoon willekeurig een sneetje maken. Donc voilà. Je fais juste un petit avec un couteau. C'est pas droit, c'est pas au milieu, mais c'est juste pour montrer. Voilà. La charnière, elle va dedans. On n'a pas de plus d'épaisseur. Donc je vais pas mettre. C'est une pièce de 5 sur 5. Dus un stukje van 5 op 5. Hein? En die steekt een klein beetje uit. Maar als ik nu, je mets deux. Hop. Good call de chaque côté. Voilà. Ja. Et tu vois de l'autre côté, je ne sais pas si ça se voit sur la caméra, mais tu vois de l'autre côté, voilà, la zap elle est même déjà sur mon doigt. Ja. Dus ça commence à fumer un petit peu. Donc, et là c'est fixe de fixe, ça bouge pas du tout. Mais on n'a pas de. Pas d'espace entre les charnières et le bois. Donc ça, c'est très important pour les charnières à zap, de la zap rose. Mais il faut vraiment pas de tout. Dus je mag echt geen gat hebben tussen je scharnier en het hout. En dan werkt die roze zap voor zap scharnieren super, super, super goed. Dus ja, kijk eventjes heel. Het verschil tussen groene en roze zap. Ja, het verschil tussen groene en roze zap is de dekte uiteraard. Ja. Dus we hebben in zap drie dektes. De roze, de groene, oops, eventjes op de andere camera zetten. Dus roze hebben we, dat is de dunste, die droogt ook het snelst. Maar die moet je echt heel, heel veel opletten als je ergens een drupje op doet. Dat loopt echt heel ver door. De groene is de medium zap, die is het meest allround lijm ook. Kan je voor van alles gebruiken. En dan hebben we geel. Dat is echt gap filling, dus die is echt voor als er ergens een gat moet gevuld worden. Die gebruik ik zelf heel weinig, daar ben ik niet zo heel veel fan van. Als je echt met een gap, si on a vraiment un trou, il y a des autres trucs, comme le cavant filler. C'est une espèce, c'est comme du sel en fait. Dus als je met een gap of een gat zit, dan gebruik je beter deze filler. We hebben nu binnen van Kavan, dat is een soort zout. Ja, soms wordt het ook wel maagzout genoemd. En als je dan iets wil lijmen, si on veut coller quelque chose, j'ai deux bois de. Of een morceau de bois dur. Si je dois coller un morceau de bois dur, je vais toujours bien penser que c'est bien droit. Très important qu'on a une bonne surface bien droit. Et là, les outils permagrit. Parfait. Zo, stel dat ik deze hier eventjes 90 graden wil oplijmen. Si je veux coller ça 90 degrés. Et ça doit aller vite. Je le mets comme ça dessus. Hops, eventjes onder de camera. Zet het er gewoon op. En dan gaan we eventjes gewoon een drupje roze zap erop. Zo. Ik heb het aan één kant erop gedaan. Ik zie meteen aan de andere kant ook mijn zap erdoor komen. Ik kan ook altijd activator gebruiken om het nog sneller te doen gaan. Wat ik hier nu ga doen is eventjes dat maagzout toevoegen en gewoon in het hoekje een beetje van die korreltjes doen. Dan een drupje zap erop. Ja, nee dus. Voor balsa is het beter met
met zap, hard hout en zap is eigenlijk niet echt ideaal. Ik wil hier gewoon eventjes dit maagzout ding illustreren. Zo. En ja, nu heel dicht op de camera, recht staat het niet. Maar dan kan je wel zien, eventjes wat activator erop. Wat je kunt zien op de camera nu, is dat we echt een hoekje krijgen. Ja. Hier tussen de twee houten stukjes krijgen we een hoekje. En dat bekomen we dus door deze filler hier ertussen te doen. Werkt super goed. Beter op balsa. Hardhout lijmen of echt bouwen. Ja, daar is mijn favoriete lijm, de Tidebond, voor. Dat vind ik echt wel beter. Maar goed, voor zap, gewoon recht op recht. Stukje balsa, daar kun je perfect met zap werken. Zeker voor herstellingen en voor zapscharnieren. Om te bouwen, ja, persoonlijk geen zap. Waarom geen zap om te bouwen? Ik zie hier tal van bouwers, zoals Yoshi en zo, onder ons. Om te bouwen gaan we Tidebond gebruiken. Tidebond, deze. Waarom Tidebond? Vooral voor de afwerking en het schuren. Je hebt met Tidebond ook ietsje meer tijd om iets te lijmen. Ja. Dus we gaan hier, het voordeel van deze is dat we een dop hebben die heel makkelijk terug dicht gaat. Dus je kunt heel mooi gaan doseren. Ik doe hier eventjes een klein beetje Tidebond op het plankje. Deze heb ik daarnet al eventjes voorgeschuurd. Gewoon op elkaar. Ook veel dikker, waardoor je veel dikker preciezer kunt lijmen. Ik ga dit hier nu gewoon eventjes laten drogen voor straks. Je laisse sécher ça pour tantôt. Mais pour vous montrer. J'ai une aile. We hebben hier een vleugel van een elder van Great Plains. En die is volledig met witte houtlijm gelijmd. Maar niet gewoon met witte houtlijm, met de Tidebond. En waarom met de Tidebond? Die Tidebond die wordt echt helemaal keihard. Wat als voordeel heeft, als je dan gaat schuren, dat je dat je lijm niet begint in bolletjes te rollen en ook niet stuk gaat. Dus als ik hier nu mijn vleugel wat wil schuren, toch, zoals eventjes op de micro, dan kan ik echt... En je hoort het ook, je hoort dat ik lijm schuur. Stel dat ik dit met CA gelijmd had, met sap, dan gaan we eigenlijk schuren. En waar dat mijn zap is, krijg ik een bubbel. Ik ga eigenlijk vooral de balsa naast de zap helemaal kapot gaan schuren. En we krijgen eigenlijk allemaal hobbels in onze vleugel. Door met die houtlijm van Tidebond te lijmen, kan je echt perfect, natuurlijk ook dankzij deze goede schuurblok van Permagrit, kan ik eigenlijk echt mijn hout perfect gaan schuren. En ook de lijm schuurt perfect. Als je met houtlijm van Patex of zo, witte houtlijm van Patex, die wordt niet helemaal hard. Nee. En als je dan gaat schuren, dan krijg je bolletjes en dan schuur je eigenlijk of maak je strepen en maak je hout kapot. Vroeger met de F3A-kisten, toen we die nog zelf bouwden, hadden we dat heel veel, want dat was hele lichte balsa. En dan had je echt wel dat probleem daarmee. Dus daarom die Tidebond, echt, als je het nog niet gebruikt hebt, probeer het. Dit werkt super, super goed om echt te bouwen. En het droogt ook wel snel. Ça sèche assez vite. Donc, c'est pas pour dire, voilà, on travaille avec du col blanche, on peut coller qu'une pièce par jour. Non, tu peux facile faire 4, 5, 6 séquences de col avec ça par jour. Dus je kunt met die witte houtlijm van Tidebond, die droogt echt wel rap. Je kunt makkelijk 5, 6 stappen in één dag gaan afwerken als je die gebruikt. Kijk eens aan. Zo, dat was het een beetje over de zap. Ik kijk snel eventjes of kijk even als jullie, als er specifieke vragen zijn daarover. Dan over die houtlijm. Kan dat niet breken als het te hard wordt? Ja, nee, als het te hard wordt, ja, niet echt. Ik bedoel, ja, je zit met balsa ook. Je balsa heeft ook weinig of niet mee. En die houtlijm heeft nog altijd ietsje meer mee dan de zap. Dus ja, nee, ik heb er enkel goede ervaring mee. Werkt supergoed. Ja. Goed. Het volgende wat we gaan lijmen zijn scharnieren in een... Het is hier een vleugel van een Sebart Sukhoi 2,20 meter
120 of 140, dacht ik, die we nog gevonden hebben. Zoiets, ja. Ja, en die, die komt met stiftscharniertjes. Dus ook hier zijn die haartjes voorgemaakt in de romp. Wat hier belangrijk is, ja goed, we zitten met balsa, donc on a du balsa à l'intérieur, rien de speciaal. De charnière bâton. Wat we gaan doen is met een stukje schuurpapier eerst die scharniertjes mooi mat zetten aan beide zijden. Ja. Ja, zo, dat moet je niet allemaal doen. Wat belangrijk is, we misschien nog kunnen vertellen, is over de zap. Als je die lang wil bewaren, zap, pour le garder, il faut le mettre au froid, pas au chaud, pas du tout. Quand vous avez de la zap dans la caisse de radio pendant l'été pour faire des réparations au terrain, bah, tu le vois bien qu'après quelques semaines, ça ne colle plus. Dus zap in je startkist of je zenderkist in de zomer om een kleine herstelling op het veld te doen. Dan zie je dat na enkele weken je potje meestal foutu is. Dus zap, cyanolijm, altijd koel bewaren, droog en koel. Mag zelfs in de frigo. Omgekeerd voor epoxy. Epoxy moet altijd warm bewaard worden. Dus die kan eigenlijk nooit te warm hebben. Het voordeel van de epoxy warm te hebben is dat ze beter vloeit, dat je ze beter kunt mengen. En ook onder een bepaalde temperatuur, ik dacht dat het rond de 14, 15 graden was, moet ik eventjes eventueel opzoeken, of je kunt zeker even googlen, dan kristalliseert je epoxy en dan gaat hij eigenlijk stuk. Dan moet je ze eventjes terug opwarmen tot, als ik me niet vergis, 40 graden en dan wordt hij terug. Maar goed, dan heeft hij toch ook al, zal hij toch ook wel iets van zijn sterkte verliezen. Dus epoxy eigenlijk mag gewoon, hier Frankie van... Voschemie hier in Brugge, die bewaart zijn epoxy echt boven de verwarming. Dus zet die maar in je bouwhok lekker warm. Niet in de garage of in een tuinhuis bewaren, want dan ga je epoxy gaat die stuk van. Zo, dus die scharniertjes zijn eventjes geschuurd. Allemaal klaar. Wat handig is als je deze scharniertjes lijmt, is eventjes met wat klein busje olie op die scharnieren gaan. Die hebben we hier nu niet bij. Ik heb zo'n klein potje afterrun nog die ik daarvoor gebruik. Dat is heel goed. Welke epoxy? Quelle epoxy on va utiliser pour coller les charnières? Ja, dat hangt ervan af. Als je er heel veel moet doen, kan je de 3 uur gebruiken van zap. Donc epoxy 3 uur. Dus hier de finishing resin van Zepoxy is in principe om glasmatten te leggen, maar je kan die perfect gebruiken ook voor scharnieren te doen. Met de 3 uur heb je ongeveer een 20 minuten à een half uur verwerkingstijd, dus dan kan je lekker lang gaan lijmen. Persoonlijk gebruik ik meestal de 30 minuten epoxy. Dus belangrijk dat die goed warm is voor we die gaan gebruiken. Zo, mengpotje, die hadden we hier, ging ik eventjes afsnijden, maar is niet gelukt. Gewoon een mengbekertje. En dan, belangrijk is, probeer niet te economisch te zijn. Dus voor de Nederlanders onder ons. Beter ietsje te veel epoxy. Hoe ja. meer epoxy je gaat mengen, hoe minder gevoelig dat je mengverhouding is. Als je maar 2 keer 5 gram gaat mengen en je hebt een gram verschil, ja, dan is dat procentueel 20%, is heel veel. Als je 20 gram gaat mengen en je hebt een gram verschil, ja, dus dat is maar 5%, dan gaat je mengverhouding blijft gewoon goed. Eventueel een weegschaal gebruiken, ja, als het echt precies moet zijn. Ja. Noem gewoon lekker veel epoxy. Meestal krijg je die toch niet opgebruikt, dus... Zo gaan we wat mengen. Je mag ook je epoxy, als je voelt dat die eigenlijk niet warm genoeg is, in een bain-marie. Ik weet niet hoe ze het in het Frans zeggen. Dus gewoon een potje warm water en zet die epoxy daar maar in, dat die echt goed warm wordt. Donc l'epoxy toujours au chaud, le garder au chaud, parce que quand il est en dessous une certaine temperatuur, je crois que c'est 14 degrés, ça commence à cristalliser. Eventueel met de heat gun. Ja, met een haardroger kan je het ook, maar dan voel je wel dat die... Nou, dat zou je wel niet slecht zijn, want heel warm staat die epoxy hier nu niet. Dan ga je zien dat die ook gewoon veel beter loopt. Nu, voor de scharnieren te lijmen, gaan we niks van additief erbij doen. Pour coller les charnières, on va rien ajouter. Mais quand il faut coller des pièces, par exemple un couple dans... Dans un fuselage en epoxy,
Dus als je ergens een spand in een epoxyromp moet lijmen, zeker dan gebruikte ik altijd microballoons. Dat zijn, die hebben we hier. Microballoons, ja, die komen nu in een zakje van RNG. Heb je ook in grotere hoeveelheden potjes. Ik heb hier nog een oud overschotje dat ik altijd gebruik. Nog niet slecht. Microballoons gaan er eigenlijk voor zorgen dat je volume gewoon groter wordt. Dus die epoxy wordt zeker niet sterker. Integendeel, je gaat gewoon meer volume toevoegen. Dan gaan we even hier met die föhn een klein beetje onze epoxy gaan warmen. Heel lichtjes. Dan gaan we zien dat die gewoon ietsje beter vloeit. Zo. Dus ja, goed roeren is belangrijk. Heel makkelijk is ook als je eventueel een chirurgenspuitje hebt. Als je hem goed warm gemaakt hebt, zeker die 30 minuten, kun je gewoon dan met een spuit opspuiten en in de scharnieren doen. Zo'n spuitje. Ja, inderdaad. Dat kan we wel van eerst gebruiken. Ja, als je het wil gebruiken. Ja, doe maar. Ik zal het open doen. Dat is voor scharnieren super handig. Kan je ook heel precies lijmen. Ja, ook koper er is. Oeps. Alsjeblieft. Zo. Ja, de topcamera. Zo, een vodje eventjes wat. En dan zie je ook meteen hoeveel epoxy je gaat gebruiken. Nu nemen we gewoon die haartjes en gaan we daar gewoon een klein beetje epoxy in spuiten. Zo, en laat die gewoon een beetje te veel. Als we had 5 gedaan hebben, en ondertussen had 1 terug een beetje vrij. Tegenwoordig zien we ook meer en meer ARF'en waar dit al gelijmd is. Dus on a de plus en plus d'avion, ou même les charnières sont déjà collées, chez Extreme Flight. Mais tu vois, même donc maintenant on a l'époxy 30 minutes. Comme elle est chaude, elle est super fluide et c'est hyper pratique. Dan zien we dat we eigenlijk heel snel. Normaal gezien kan je met 1 keer epoxy maken, 30 minuten, kan je of de 2 ailerons of de 2 hoogtroeren lijmen. Dus over het algemeen moet je 4 keer epoxy maken. Voor de 2 kanten. Dus met hetgeen die hier nog overblijft, kan ik gerust eindelijk de 2e aileron doen. Dat gaan we nu eventjes niet doen. Dus een beetje te veel mooi wegdoen. Voilà, on enlève un peu l'epoxy qui est de trop. Handig hier is ook een busje aceton of zo om dit mooi weg te vegen als er wat te veel is. Zo. Hop, en dan kunnen we nu mooi die scharniertjes erin gaan zetten. Hops. Voilà, on met les charnières à place. Wat we nu gaan doen, zo, even vast. Wat we nu gaan doen is eventjes ook die aileron mooi op de vleugel zetten om te zien als die scharnieren mooi in lijn zitten. Donc on va une fois monter l'aileron sur l'aile pour voir si les charnières sont bien alignées. Donc voilà, on le met au fond et on essaye de faire quelques fois. Up-down. Dus we gaan eventjes weg en weer dat die scharnieren, stel dat die niet helemaal mooi op zijn as zitten, dan gaan die nu mooi nog, kunnen die nog wat bewegen om mooi in lijn te zitten allemaal. Zo. Belangrijk hier ook is terug,
eventjes kijken als zo alles mooi uitgereden is. Dus als je er recht op kijkt, zie je dat mijn scharnierlijn mooi is. Ja. En dan zeker ook kijken als hier dit mooi gelijk is. Gelijk is en dat we niet te veel gap hebben. Kun je eventueel ook mooi vastzetten. Dus we hebben nu de lijm in de L-ron gedaan. Dus wat we gaan doen is die zo plaatsen om te drogen dat die lijm mooi of mag ook gewoon plat. Die 30 minuten epoxy droogt tamelijk snel. Dus die mag je gewoon zo mooi aan de kant leggen en drogen. Eenmaal die droog is, die L-ron er eruit. En hetzelfde aan de kant van de vleugel. Donc une fois que la colle est séchée, on enlève l'aileron et on fait la même chose du côté d'elle. En ik zie inderdaad de opmerking van eventueel een beetje vet of olie in de scharnieren te doen. Ja, zeker. Je gezegd hebt. Zeker een klein beetje afteren olie of om het even wat van je olie hebt. Hetgeen wat gebruikt wordt op een fiets of zo. Super handig. Wat we nu niet getoond hebben is de microballoons erbij. Ik ga nu, mijn epoxy is hier nog niet helemaal droog. Dus ik kan hier nu wel eventjes wat microballoons bij doen. Nu doe ik gewoon, hups, een klein beetje in het potje. Dan gaan we terug roeren. Wat we hebben is onze microballoons worden wit. En dat is, ja, kan leuk zijn. Dat kan je heel mooi gaan afwerken. Er bestaat ook kleurpigment ervoor. Donc on a aussi du couleur qu'on peut ajouter là-dedans, pour le faire noir éventuellement, quand on a un fuselage avec tout carbone à l'intérieur et tu veux coller quelque chose, une plaque en carbone dedans, comme ça c'est tout noir, c'est très propre. Super clean. Ja. Kan er ook eventueel... Voilà. Dus hier zie je dat we nu eindelijk een witte, witte specie gaan krijgen. Dus ons potje is helemaal wit. En dan kan we bijvoorbeeld, hebben we hier nog ergens iets dat we kunnen lijmen. Een stukje hout, maar net een hardhout, komt er hier nog? Ja. Vast en zeker. Dus bijvoorbeeld gaan we hier nog eventjes het hoekje vullen. Ça c'est bien pour les bâtimoteurs ou pour des renforts. Hop. Zo kan je met die microballoons. Met donc des microballoons, ça fait pas, c'est pas, ça devient pas plus fort, mais ça donne plus de volume. Donc c'est en fait c'est juste pour ajouter de la volume et pour gagner un peu de poids ou dans des cas où on a des petits trous entre une plaque et le fuselage. Dus als je ergens een plaatje wil verlijmen in de romp en die sluit niet helemaal goed aan, dan kan je perfect die microballoons gebruiken om dat op te vullen. Maar je wint ietsje aan gewicht, dus je gaat volume toevoegen aan je epoxy. Geen sterkte, maar volume. En daardoor kan je dan ietsje netter en lichter gaan werken. Zo. We zijn ook bekend met deze carbon vlokken, zal ik maar zeggen. Ja, iets anders om toe te voegen zijn... Dus we hebben carbon vlokken, je hebt microballoons, carbon vlokken. En dan hebben we ook van die glasvezelpulvers, hebben die ook ergens staan? Nee. Ja, die glasvezel snitsels of schnit zijn eigenlijk hele korte stukjes glasvezel. Die kan je ook gaan mengen in je epoxy. En dan wordt het echt wel sterker. Dat wordt gebruikt vooral voor motorschotten. Donc ça c'est surtout pour des parfums. On peut rajouter aussi des petits pièces de fibre de verre ou de ja, carton de vlok de carbon. Ja, wat staat hier in het Engels en het Duits? Gemalende vezener, vuurkleber. Dus ja, dus dit is vooral voor gefreesde carbon voor een epoxy te gaan toevoegen. Ook om terug hoeken te gaan vullen, om plaatjes lekker stevig te verlijmen. Je krijgt dan ook de zwarte kleur, wat eventueel handig kan zijn als je op carbon aan het plakken bent. Maar hier met die microballoons kan je dus ook gewoon zwart pigment bijvoegen om het sterker te maken. Zo, dit was... scharnieren lijmen, zowel zapscharnieren als epoxy scharnieren. Ja. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Ja, ik zie niet direct specifieke vragen. Nee. Goed. Ik denk dat we ongeveer alles gezegd hebben. Ja, wat epoxies betreft, we hebben nog één speciale epoxy die we niet vermeld hebben. En dat is de Uhu Plus. Dat is ook een twee-componentenlijm, dus ook warm bewaren en zo. Wat is er speciaal voor Uhu Plus? Die lijmt ook heel goed op kunststoffen en metalen. Bijvoorbeeld een stuk van een motor, zelfs een demper waar een stuk afgebroken is, die kan je, toch zeker voor tweetakt, voor methanol, kan je zelfs hiermee... Dus als je moet een stuk lijm
een stuk metaal of een stuk carbon, zo'n hulsje over een carbon buisje lijmen of zo. Altijd eerst mat schuren, maar dan is deze Oehoe Plus echt super, super sterk. Kan je zelfs ook in de oven op 60 tot 100 graden gaan verwarmen. En dan is hij zelfs in 20 minuutjes beenhard. En dat lijmt super, super goed. Dus als het met metalen is en zo, ga ik persoonlijk altijd deze Oehoe Plus gebruiken. Voor hout niet. Maar hier, voor metalen en kunststoffen, zeker als je het dan eventueel als het snel moet gaan, kan je het ook in de oven super snel verwarmen en wordt het ook been hard. Echt keihard. Donc ici le Oehoe Plus c'est surtout quand on doit coller les métaux, metaal ou autre kunststoffen. Dat is een goede vraag. Autre pièce. Plastiek. Ouais, de plastiek très dur, tu peux coller avec la Oehoe Plus. Et tu peux chauffer dans le four, comme ça elle sèche plus vite, ça devient plus liquide, très vite, et très pratique. Ja, en nog een andere multi-inzetbare lijm? Ja, misschien nog eventjes op de epoxy verder gaan. Dus in de Z-epoxy heb je 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten en 3 uur. Dus gewoon een langere bewerktijd en ook vloeibaarder. En dan de lamineer-epoxy, dat is het gekendste van R&G. Lamineerepoxy wordt eigenlijk dan altijd met een rol of met een borstel aangebracht om volledige vleugels in te dekken met 25 grams mat. Ja. Vooral bij zwevers, warbirds en zo wordt het heel veel gebruikt. En dan hebben we die, dus, en die bestaat in 600 milliliter, 1 kilo. Dus dat is echt een grote hoeveelheid, super liquide ook. Ja. En kan je makkelijk dan ook met eventueel die epoxyborsteltjes of met een grotere borstel gewoon uitsmeren. Die is vooral voor glasmatten, dus op een vleugel te leggen of om het vleugel in te dekken. Absoluut. Zo. De fix-all. De fix-all. Ook een van mijn, favoriete lijmen. Die bestond vroeger enkel in de bussen om met de siliconenspuit te doen. Maar hebben nu ook in de do-it-zelf in kleinere tubes. Klistar Crystal Helder, dus c'est clair, le fixol. Blijft ook, dus een beetje tussen een siliconen en een epoxy. Die blijft ook wat flexibel. Kan tegen warmte, maar dat lijmt ook echt alles. Dus super handig als je ergens iets moet vastzetten rond een motorkap of zo. Ja, die fixol is super. Ja, super goed. Ja. Ik heb er bijvoorbeeld bafflings van de slik hier geplakt. Ja, daarvoor is het perfect. Met warmte en zo. Om een baffling, om bijvoorbeeld die kapjes over je landingsstijl vast te zetten. Daarvoor is de fixol, om muurkappen ook vast te zetten en zo, is die fixol super, super goed. Dus zeer handig lijm. Indoor lijmen, dus EPP en Dipron. Daarvoor is onze favoriete lijm de Oehoe Por. Ja. En we gaan eventjes kijken, we hebben hier een FMS-pitje. Dat een van onze klanten, wat er juist gebeurd is, gaan we nooit weten, denk ik. Een accidentje. En, plots kwam hij naar beneden. Ja, ja, geloven we best. Goed, is tamelijk netjes afgebroken. Dus we hebben eigenlijk een dat is geluk hebben. Mooi lijmdeel. En als we die passen, dan zien we ook, dat is wel belangrijk, zien we dat die eigenlijk mooi overal goed aansluit. Dus goed, deze in ons idee is het beste met de Oehoe Por. Je kan die in principe ook met epoxy gaan lijmen. Maar die epoxy gaat hard worden en denk ik ook sneller gaan breken. Dus, de Oehoe Por is echt prima voor op schuim. En is daar ook alleen voor schuim. Dus tenminste, het plakt ook wel redelijk op hout of op kunststof. Maar als het over schuim gaat, ik heb al heel veel indoor en schuimpjes gehad. Oehoe Por is bewezen. Is een ideale mix tussen niet te hard en ook niet te flexibel. En vandaar is het wat mij betreft nog iets beter dan epoxy voor schuim. De pro-indoor bouwers, in Nederland zijn dat dan de Van der Vechtjes, denk ik. Onder andere. Er zijn er meer. Uiteraard, die echt, Peter van der Riet kan dat ook beamen. Als je een echt indoortje op heel hoog niveau bouwt, dus, en je wil dan onder die 100 gram of zelfs nog veel lichter. Ja. Als we dan iets gaan bouwen met de BSI-lijm, met de seconde lijm voor EPP of Dipron, of we gaan met de Oehoe Por, dan zit daar toch blijkbaar een paar gram verschil op het eindgewicht. Zelf nooit gedaan, zou ik zeggen. Ik vind wel het bouwen veel leuker met de por. Het gaat ook heel snel. Insmeren, 5 à 10 minuutjes wachten, 2 delen tegen elkaar en, het,
heb je eigenlijk instant lijm. Zeker. Waar twee oppervlakten elkaar raken, Depron of EPP, zou ik echt niet met secondenlijm of, of CA gaan werken, maar met die oerpoor. Zelfs een aanvalsboord, een carbon aanvalsboord op een 3 mm Depron plaatje, dat gaat er echt direct op. Dat gaat veel beter met de oerpoor zelfs. Dus, de twee delen in? De twee delen goed insmeren, dat goed. Het overal komt. Nou, en dan even wachten. Want het is wel degelijk een contactlijm, oerpoor. Dat is niet meer. Iets meer voor, ja. Dus het duurt iets langer dan secondenlijm, maar krijg je wat mij betreft een beter geplakte romp voor terug. Dus we gaan het gewoon redelijk grof aanbrengen. Ja, dat mag ik ga zeker. Dan eventjes wel die twee delen toch op elkaar doen, dat die lijm zich mooi verspreidt. Ja. Dat hoeft niet, maar we gaan toch, want ja. En je moet ook niet bang zijn als je een beetje lijm hebt die er te veel aan is. Nee. Zo. Eventjes die kant, of even vast. Ja, zo. Ja, andere kant ook wat. Het voordeel is dat we hier ook wel wat tijd hebben nu ook om het Sinjas doen nu de tweede kant. Dat is handig als je natuurlijk met twee bent. Zo. Donc le oehoepor, c'est une colle qui reste flexible et qui donne le temps de coller quelque chose. Il faut mettre la colle sur les deux côtés, attendre 5 à 10 minutes pour sécher. On le pose ensemble, on pousse au plus fort possible et ça y est. Donc maintenant je vais juste mettre les deux pièces pour que la colle peut se mettre à sa place. Je l'enlève, voilà, on a les draadjes. Zo, en nu wachten we gewoon 5 minuutjes. Het is nu 20:43 hier op onze scherm, dus we gaan tot 48 ongeveer wachten. En dan plaatsen we die terug samen. Ik kan eventueel iets langer wachten, maar wij zijn nu natuurlijk een beetje gelimiteerd in tijd. Ouais. Donc attendre 5 à 10 minutes, on pose ça ici. Et voilà. Et puis on va mettre ça. Et on enlever un peu les colles. Zo, ondertussen eventjes kijken als dit hier al wat. Dus dit hadden we gelijmd met onze tightbond. Maar eindelijk zit het al. Dus ja, we zijn 10 minuutjes verder. Dus dit is eigenlijk al tamelijk snel. Donc 5 minuten plus tard, 10 minuten. Ja, 10 minuten en dan collé ça avec du tightbond. Et tu vois, donc on peut déjà continuer sur une autre pièce de notre avion. Et c'est même déjà duur. Dus het is echt al hard. Ik zou niet zeggen dat je het al kunt schuren, dan misschien niet. Maar je kan dus echt wel al verder in een tweede stap in de bouw van je kist. Dus dat, die tiebond, dat is echt een supergoed spul. Ja. Zo. Ik weet niet als er ondertussen nog vragen zijn. Wat hebben we hier nog staan? Zakkie. Ook voor EPP te lijmen. Elk merk heeft natuurlijk zijn eigen lijm. De zakkie van Multiplex is een beetje hetzelfde als ook die BSI van Bob Smit. De BSI is in onze ogen de enige echte goede lijm, of de enige echte goede secondenlijm voor Depron te lijmen. Dus als je een crash hebt in het indoor vliegen, dan heb je de gold of de andere is die zwarte. Ja. Dat is de medium, dat is hier de dunne. Ja. Je hebt ook de medium dikte. Die is supergoed, zeker in combinatie met de BSI Activator. Dat is echt perfect voor herstellingen on the field. Het bouwen dus best met de oehoepor. En het herstellen kan je best met die BSI. Zap zelf geeft ook de odderless. De Zap odderless vind ik persoonlijk niet zo... Is ook minder gebruikt in de wereld. Die heb ik vroeger wel gebruikt, maar die bieden wij ook niet meer aan. Omdat die... niet zo goed is in onze ogen. Toch even zeggen dat zeker voor Depron het belangrijk is dat je foam safe lijm gebruikt. Ja. Want anders gaat die aanvreten in de Depron en dan krijg je, dat wil je echt niet hebben. Nee, had dus niks meer. Dus voor Depron, om te bouwen de Oehoe en om te herstellen de BSI, zwart of wit, om te repareren. Een alternatiefje nog, wat ook zeker niet slecht is, ik ben er persoonlijk ook redelijk tevreden van Yuki model. De Stiro-kleber, ze hebben een gamma van CA's en ook speciaal voor Stiro, dus die vreet geen Depron aan, geen EPP en dergelijke. Droogt ook heel snel, middel en heel dun.
Dus ja, zeker een alternatief. Niet duur, prijskwaliteit zeker in orde. Ja. Ik ben er tevreden van. En ook BSI heeft een alternatief een beetje voor de Oehoepor. Dus de foam cure werkt ongeveer op dezelfde manier. Is ietsje vloeibaarder. Kan je ook gebruiken voor clear canopies en zo, dus ook voor canopies te lijmen. Dat is ook wel het voordeel van de BSI-lijm of van de foam save-lijm ten opzichte van de gewone zap. Als je ergens een hoogtroer of zo moet inlijmen in een romp en je wil dat randje mooi afwerken, dat die soms wit komt. Dat heb je met die odorless-lijm, omdat die minder agressief is, heb je dat niet. Dus wat ik persoonlijk meestal doe als ik in een 60-inch kistje of een 52-inch kistje de Stabilo moet inlijmen, ga ik het eerst met roze zap doen, dat die zap goed intrekt in het hout. Donc als je dat collé stap, dan zo'n 52 pouces of een 48 pouces, je vais d'abord poser le Stabilo à sa place. Met avec la zap rose de très fluide que ça rentre bien dans le bois. Et puis pour finir, je vais utiliser plutôt le odorless, la zap odorless, parce que ça blanchit pas, donc on peut mieux finir. Dus die odorless die gaat niet wit worden, dan kan je het ietsje mooier afwerken. Ja. Zo, ondertussen denk ik dat onze 5 minuten ongeveer om zijn. En gaan we eventjes kijken wat we kunnen maken van onze romp. Dus we zien eigenlijk dat de lijm mooi overal geplaatst is. Dat is het voordeel van hem eerst even tegen elkaar te duwen. Dan verspreidt de lijm zich al en zit hij mooi overal op het oppervlak. En dan gaan we eens kijken. Hè. Ja, spannend. Goed kracht zetten. Maar echt. Oeps. Goed eventjes. Geen nood als er lijm tussenuit komt, die veeg je heel makkelijk weg, zeker de Oehoepor. Ja, we zien nu echt ook wel die, misschien ziet dat deze camera beter, gaan we echt die lijmrestjes een beetje hebben, want die kunnen we straks gewoon die gaan prima weg. Ja. Absoluut. Ja, dus die zie je met de... Ja, ik kan dat gewoon wegrollen met een votje. Of met een votje. Dat is dus ook het voordeel van Oehoepor. Goed, een schoonheidswedstrijd gaan we met deze kist niet meer winnen. Maar hij wordt wel terug perfect inzetbaar. Ja. Goed, wat we hier altijd nog kunnen doen om het te versterken. Ik weet nog niet of we die al los kunnen laten. Of... Ja. Ja. Absoluut. Ja, die is gewoon... Oehoepor, ik zeg het, is echt sterk. Gewoon vast. Zeker door het samendrukken ga je eigenlijk echt die lijm tot een minimum gaan beperken. Wat we, als we hier nog wel een versterking aanbrengen, okay, dat wordt niet echt mooi. Kunnen we eventueel nog carbon buisjes, als we, of een carbon stokje, of tandenprikkertjes. Ja. On peut toujours ajouter des petites pièces de carbon qu'on ajoute. Ik zie hier de vraag van, ja, wat als het ingedeukt is, ja inderdaad, kokend water zie ik ook al van Alex, heel heet water en dan ga je foam terug uitzetten. Natuurlijk, je gaat ook meer die structuur, die bolletjes komen er meer terug uit, dus je gaat natuurlijk ook wel ietsje, ja het gaat ook ietsje kapot. Er is onze Peter hier, die heeft een speciaal toestel die eigenlijk warm, die een stoomtoestel en daarmee werd het echt super super goed. Ja. Maar daar zou ik zeggen, ik dacht op 11 januari krijgen we een workshop over weddering en spuiten en zo. En dan gaan we ook tonen hoe we hoe we herstellingen op EPP en zo kunnen doen. Hier zie je bijvoorbeeld nog, zitten we nog met een haatje. Dus hier zitten we nog met een gap die eigenlijk open is. Die zou ik dan persoonlijk, wat je hiermee kan doen, is eventueel een soort PU-houtlijm erin doen, die echt gaat uitzetten. Dat kan je dan ook gaan schuren. Of ja, dit zeker. Zou je perfect kunnen doen met epoxy en microballoons. Dan mooi er laten inlopen, mooi afwrijven en zo afwerken. Zo. Dan denk ik dat we een beetje in een notendop, we zijn toch al terug 50 minuten bezig, donc ja, on a fait sur 50 minuten un peu le plus truc, le plus important. Sur les cols, pourquoi quel col important, donc tout ce qui est zap, cyano, dans le frigo, dans le frais, tout ce qui est epoxy, dans le chaud, dus alles wat zap en cyano lijmen betreft,
koel bewaren. En alles wat epoxies is, warm bewaren. Heel belangrijk, als je lang plezier wil hebben van je lijm. Het is ook belangrijk als je iets lijmt dat het nog goed werkt. Ja, zoals je ziet, Oehoepor voor foams en zo. Supergoed. We gaan die nu proberen terug in vliegende staat te krijgen. Dat we die ook kunnen testen terug. Ja, die lakschade hier is ook allemaal prima weg te werken met airbrush en zo. En dat komt ook zeker nog terug. Dat komt in januari zeker terug. Normaal zijn we er volgende week terug. Onze container is vandaag aangekomen in Antwerpen. Dus als de Belgische douane een beetje zijn best doet, hebben we volgende week een containertje met heel veel leuke spulletjes. Donc, le conteneur est arrivé aujourd'hui à Anvers. Si la douane fait un peu son boulot comme il faut. J'espère d'avoir Timon ici lundi avec des nouveautés en Extreme Flight. Moesten jullie nog vragen hebben, niet aarzelen om ze in de chat te stellen. Of contacteer ons per mail of via Facebook of zo. ABS Plastic zie ik daar ook nog. Ja. ABS Plastic wordt gelukkig in de modelbouw niet veel meer gebruikt. Vroeger wel hadden we bepaalde merken die... Avio Modelli onder andere, die had van die witte ABS-rompen die vooral in de winter zeer fragiel en breekbaar waren. Die kun je eigenlijk het best van al in mijn ogen met een PVC-lijm gaan verlijmen. Of inderdaad, de, ik zag passeren hier in de dinges, in de chat. Je hebt dat stinkend spul met die poeder. Hoe noem je het terug? Ik zag het hier net... Stabilite Express. Jeroen zei het al. Dus die Stabilite Express is ook een soort twee componenten lijm. Stinkt heel veel naar rotte eieren. Maar wel heel goed spul. Dus voor die ABS is die poule ABS. C'est le plastique blanc. Qu'on utilise heureusement plus beaucoup. On peut coller ça avec de la colle PVC. Ou avec le Stabilite Express. Misschien ook iets wat we nog niet aangehaald hebben nu. Is warme lijm. Met zo'n pistool van Hot Glue, met zo'n Proxon pistooltje, dat kost gewoon geen reet. Maar wel super handig. Ja. Niet om motorspanten te verlijmen en om servo's in te lijmen en zo, maar wel om een kabeltje vast te leggen, om een stekkertje op je ontvanger te verzekeren. Daarvoor is de Proxon Hot Glue zeker leuk om ergens iets tijdelijk vast te hangen die niet te sterk moet zijn, maar niet om essentiële onderdelen te lijmen. Ja, ik zie sommige mensen ook wel eens een EPP indoor kitje of dit plakken met hot glue. Dat kan, maar dan ben je volgens mij beter af met Oehoepor. Dat wel. Ja. Nee, de indoortjes. Onze Johan, teampilot Johan, die had onlangs die Funny Cup van Multiplex. Hij zei ook, oh Johan, hot glue, zwaar en zo, maar eindelijk... Voor een wedstrijdkistje of een F3A-kistje in indoor, daarvoor zeker niet. Maar voor zo'n Funny Cup is het eigenlijk best wel goed. Zeker die lijm van Proxon, zoals je ziet al, het baguette is zeer flexibel. Dus het kan ook wat meegeven, het breekt niet. Absoluut. Er zijn ook wel veel verschillen, want die hot glue van de Hamma of de Brico, die is niet dezelfde kwaliteit en die blijft niet flexibel. Zeker. En die kan je zeker niet gebruiken. Maar die van Proxon is zeker goed. En dan heb je op een half uurtje een indoor kitje gebouwd. Dat is misschien iets voor een volgende... Absoluut, ja. Voor een volgende workshop. Dus ja. Hot glue ook zeker leuk. Met kwalitatief. Moet je gewoon in je atelier liggen hebben. Dus, ja. Zo, dan... zou ik iedereen graag bedanken voor de aanwezigheid. Vergeet ons niet te volgen op Facebook, op YouTube. Nog van alles en zo. Instagram. Dan blijf je op de hoogte van de laatste promoties. Absoluut. En de laatste nieuwtjes. En volgende week zijn we er terug met een nieuwe YouTube Live. Met hopelijk onze nieuwigheden van Extreme Flight. En anders doen we het met hetgeen we hebben. Er zijn heel veel nieuwe kistjes onderweg met dit nieuwe Quick Lock systeem. En dat gaan we volgende week onder de loep nemen. Donc la semaine prochaine, on est là de nouveau avec Timon de Prince. Avec les nouveautés en Extreme Flight. Le nouveau kit avec le Quick Lock. Qu'on va regarder de plus près. Donc j'espère de vous voir la semaine prochaine ici à 8h. Dus tot volgende week om 8 uur hier. Terug op ons YouTube Live bij Aerobertics. Hou jullie goed in deze coronatijden. Absoluut. Hou het positief. En hopelijk gaan we volgend jaar een jaar tegemoet met veel meetings, veel shows. En zien we elkaar terug op het veld in plaats van hier virtueel. Wat toch nog altijd leuk is. Ondertussen niet vergeten, we hebben ook nog onze 5% korting. Zowel online als in de winkel. Tot en met donderdagavond. Donc on a encore nos 5% de remise de Noël jusqu'à jeudi soir. Ja. En ligne et dans le magasin. Dus we zijn nog heel de week open van 10 tot 5. Dus dinsdag, woensdag, donderdag van 10 tot 5 doorlopend open. Dus u bent zeker welkom in de winkel. Donc tout le monde, bienvenue dans le magasin. Encore cette semaine de 10 à 5 heures.
Maar die mercredi, jeudi et samedi, on est aussi ouvert. Dus zaterdag zijn we ook open. Ja. Vrijdag en zondag niet, maar dan volgende week wel terug. Dus bedankt voor het kijken en tot binnenkort. Merci pour être présent ici et à bientôt sur notre chaîne YouTube ou dans le magazine. À bientôt. Ciao, ciao.